belangrijkste lessen die net al uit het gesprekje met de kinderen naar voren is gekomen, is dat het belangrijk is om daarvoor een plan te maken. Om daarvoor met elkaar te spreken, om met elkaar daarin af te stemmen, dat we daarin hetzelfde beeld voor ogen hebben, dat we naar hetzelfde doel toewerken. En daarom is dat belangrijk, want de gemeente is niet zomaar een gebouw, maar de gemeente wordt hier vergeleken met een tempel. Dus in de gemeente van Jezus Christus wordt er gebouwd, in de diepte, in de hoogte en ook in de breedte. Er wordt gebouwd op een fundament. En er wordt ook gebouwd op een hoeksteen. Het wordt in dit gedeelte wordt het allemaal genoemd met levende stenen. En het eindresultaat is dan een geestelijk huis, een tempel waarin God wil wonen en wil werken. En hoeveel mensen heb je daarvoor nodig? 2 of 3 minimaal. Want er is een belofte dat God zegt, waar 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. Dus het gaat niet om groot of klein. Ik beloof dat als je in mijn naam bijeen bent, dan ben ik in jullie midden. Een bouwwerk. De bouw begint niet zomaar op het moment als je een spade grond insteekt of als je aan de slag gaat. De bouw begint bij een ontwerp. De bouw begint bij de architect, zou je kunnen zeggen. En in het gedeelte wat we net hebben gelezen in de Petrusbrief, daarin wordt duidelijk dat er achter het gebouw van de gemeente, achter het geestelijk huis, dat daar ook een hemelse architect zit. Je zou kunnen zeggen, de Heere God, God de Vader, die is de architect achter het gebouw van de gemeente. Het staat ook in een van de psalmen, als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwlieden eraan. En ook, je kunt ook denken aan de prekerserie die Wim Polinder heeft gehouden uit het boek Nehemia. Niet alleen de buren van Jeruzalem worden herbouwd, maar ook de tempel, het huis van God, wordt weer op een fundament opgebouwd. En ook in het Nieuwe Testament zie je dat de Heere God doorgaat met zijn bouwactiviteiten. Ook onder de gemeente van het Nieuwe Testament. Overal waar het evangelie wordt verkondigd van de gekruisigde en opgestane Heer, daar bouwt God zijn kerk, daar bouwt God zijn gemeente. In Korinthe, in Efeze, in Klein-Azië, in Griekenland, tot in Rome toe. God bouwt zijn kerk. Tot vandaag de dag, tot hier in Meersen toe. Dus bij gemeenteopbouw in de Bijbel is er in de eerste plaats sprake van, je zou kunnen zeggen, een goddelijke activiteit. Maar in het gedeelte wat we hebben gelezen zie je ook een menselijke activiteit. Dus dat zijn twee dingen die hierin samengaan. De opbouw van de gemeente is in de eerste plaats het werk van God. Hij is de opperste bouwheer, de architect, de ontwerper. Of beter gezegd, gemeenteopbouw is het werk, uitvoerende werk van Gods Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is, om in die beeldspraak door te gaan, hij is de aannemer, de uitvoerder van de bouwplannen van zijn Vader. Hij bouwt zijn gemeente, hij bouwt de afzonderlijke leden van de gemeente op. Met de Heilige Geest. Hij helpt ze verder. Hij zorgt dat het goed met ze gaat. Dat ze groeien in het geloof. Dat heeft alles ook met toewijding te maken. In de persoonlijke omgang. Met hem. Met de gelovigen. Onderling. Zodat ze hun bestemming bereiken. Zodat ze hun doel bereiken. En hij zorgt er ook voor dat ze worden ingevoegd. In een bouwwerk dat nooit meer stuk zal gaan. Een goddelijke activiteit dus. Het werk van de drie enige God.
Gemeenteopbouw is ook het werk van mensen. Ze worden door de Heer aangesteld, uitgezonden. Je zou kunnen zeggen dat zijn de bouwvakkers, de metselaars, de schilders, de elektriciëns, noem maar op. Ieder met zijn of haar gaven en talenten, ieder op zijn eigen plaats in de gemeente opbouwen. En een speciale plaats heeft de Heer daarbij gegeven ook aan de fundamentleggers. Dat lees je in de brieven die Paulus heeft geschreven, daar wordt dit beeld ook gebruikt. Daar wordt gezegd dat de apostelen en hun medewerkers dat die het fundament voor de gemeente hebben gelegd. Zij zijn de eerste verkondigers van het evangelie en zij zijn degene die na Pasen en Pinksteren erop uit zijn gegaan, de wereld zijn ingezonden om de boodschap te verkondigen dat Jezus Christus is opgestaan. En daarom schrijft Paulus ook aan een van de gemeenten in Korinthe: naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. God schakelt dus mensen in bij de opbouw van zijn gemeente. Niet alleen Paulus, niet alleen Petrus, maar ook u wil hij inschakelen. Ook jou wil hij inschakelen, ook jou wil hij gebruiken. Ook mij wil hij daarin een plekje geven. De Heer wil ons gebruiken om in de bouw van zijn gemeente, van zijn kerk, een plaats te krijgen. Dus aan de ene kant wordt hier gesproken over een bouwsteen die wordt ingevoegd in de gemeente. Een levende steen die zich laat invoegen. Maar aan de andere kant worden we ook geroepen om met de Heer mee te bouwen. En die twee aspecten die klinken heel duidelijk door in de tekst van dit gedeelte. Kom naar hem toe als een levende steen. En dan wordt je ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Laat u zelf ook gebruiken. Dus het is iets wat aan de ene kant een belofte is, waarvan God gezegd heeft dat hij het zal doen. Aan de andere kant is het ook een oproep om daar actief mee aan de slag te gaan. Dat geldt voor ons allemaal. Ieder op zijn eigen plek. Ieder met zijn eigen talenten en gaven. Bouwt elkaar op. Bouwt u zelf op. Dat betekent dat we allemaal in dit beeld bouwvakkers zijn. Dat we samen mogen bouwen aan de gemeente van Jezus Christus. Dus gemeenteopbouwwerk is niet alleen Gods werk, maar het is ook het werk waarbij hij mensen inschakelt, waarbij hij ons wil gebruiken. Ik heb er al iets over gezegd. De uitvoering van de bouw begint met een fundament. Dus als de architect zijn ontwerp heeft gemaakt en dat is goedgekeurd door de opdrachtgever en de bouw gaat beginnen, dan wordt vaak begonnen met het fundament. Dat vraagt natuurlijk zorgvuldige voorbereiding, want bouwvakkers beginnen niet zomaar met het metselen van stenen. Er wordt eerst goed getekend en uitgerekend of dat de constructie wel solide is, of dat alles wel klopt. En dan wordt er eerst een goed fundament ondergelegd voordat de muren kunnen worden opgetrokken. Eerst in de diepte, dan in de hoogte. Nou, in het Oude Oosten gebruikte men als fundament de zogenaamde hoekstenen. Die wordt hier ook in dit gedeelte wordt dat genoemd. Daarin wordt de Heer Jezus als een hoeksteen genoemd. Dat zijn de belangrijkste stenen aan het uiteinde van de muren die heel het huis ondersteunen. Dus ja, in de bouwstijl van hoe hier in Nederland bouwen zou je kunnen zeggen, de heipalen, waardoor het huis niet verzakt, waardoor het huis niet scheurt, waardoor het niet breekt. Maar het zorgt ervoor dat er een solide ondergrond is, dat er een solide basis is om het huis op te bouwen. De hoekstenen, daar werden de beste stenen voor uitgezocht. Van deze stenen hingen immers de stevigheid en de hechtheid van heel het gebouw af. En de gemeente is, zegt de Bijbel, als een geestelijk huis. En de bouw begint bij het fundament, bij Jezus Christus zelf.
Hij is de hoeksteen. En alle bouw, ja, dat is een bouw die uit hem moet gebeuren, die aangesloten moet worden bij hem. Die rust op dat fundament. Jezus Christus is de hoeksteen. En behalve hoeksteen zou je ook kunnen vertalen met sluitsteen. En dan zou je kunnen denken aan een boog. En dan in een boog zit aan de bovenkant, in het midden bovenaan, zit de sluitsteen. Dat is de steen die eigenlijk de belangrijkste steen in die boog is. Die ook het gewicht van de andere stenen goed in verband brengt. En druk opzet, zodat die boog ook mooi en strak blijft staan. Daar zou je ook aan kunnen denken. Dus er zijn eigenlijk twee manieren van vertalen mogelijk. Dat je denkt aan een fundament, hij draagt de gemeente. Maar ook als sluitsteen, hij is de belangrijkste steen in het gebouw die ervoor zorgt dat de rest in verband blijft en dat de rest overeind blijft. Ik denk dat de betekenis van beide beelden, dat het waar is, dat dat klopt. Want Jezus Christus, hij draagt de gemeente. Een steen was hij die zelf door God is uitgekozen. En er staat over in de Bijbel, zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Jezus Christus is de hoeksteen van de kerk, van de gemeente geworden. Maar hij werd door mensen verworpen, staat er hier in dit gedeelte in vers 4. Maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dat kan dus kennelijk, dat wij als mensen een heel andere taxatie maken als God die maakt. Wij kunnen dingen heel anders beoordelen. Wij kunnen dingen waardeloos vinden, die God misschien wel heel waardevol vindt. En daarom is het ook, daarom is het misschien ook wel heel belangrijk om vanuit Gods ogen, vanuit Gods perspectief te leren kijken. Nou, als je dan kijkt naar die geschiedenis van dat de hoeksteen verworpen is, dan denken we allereerst natuurlijk ook aan het lijdensverhaal. Aan het verhaal waarin de Heer Jezus Christus is verworpen, waarin door het volk Israël tegen hem is geroepen, kruisig hem. Kruisig hem, weg met hem, hij moet weg uit de maatschappij. Zo werd de hoeksteen verworpen. Door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Gemeente, broeders en zusters. Een gemeente kan alleen maar gebouwd worden op het fundament van de verkondiging van het evangelie van deze gekruisigde en opgestane Christus. Want als het niet gebaseerd is op dat fundament, als de verkondiging niet gebaseerd is op het feit dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan, dan zijn we in feite alleen maar dode stenen. En juist doordat hij is opgestaan uit de dood, is hij de levensvorst. En wil hij, je zou kunnen zeggen, die dode stenen, die wil hij levend maken. En waar dit fundament ontbreekt, dan kun je de kerkdeuren eigenlijk wel sluiten. Want waar niet meer geloofd wordt dat de Zoon van God is opgestaan uit de doden, uit het graf, daaruit de gemeente op te bestaan. Dan hou je alleen maar een club of een vereniging over, maar niet meer de gemeente van Jezus Christus. Dus het eerste is dat een gemeente, dat een bouw begint bij de architect, het begint bij God vandaan. En hij wil ons daarbij gebruiken, hij wil ons daarbij inschakelen. En het tweede is dat het bouwwerk, dat de gemeente, gebaseerd is op een fundament. Het fundament Jezus Christus, zijn stoelsteen. Het derde waar ik met jullie naar wil kijken is het doel van de bouw. Waar is nu deze tempel voor bedoeld, dit geestelijk huis? Ja, dat hebben we in dat liedje met de kinderen hebben we dat gezongen. Opdat God er wonen kan. De tempel is de woonplaats van God.
de plaats waar de ontmoeting tussen God en mensen plaatsvindt. De tempel, dat is de plaats van de aanbidding. Dat is de plaats van de lofprijzing. En ja, zo zou je ook kunnen zeggen van hier in de tempel mogen wij levende God, mogen wij aanbidden, mogen wij eren in ons lied, in ons gebed. Ja, hier in dat geestelijk huis mogen mensen van binnen en van buiten God vinden en Hem ontmoeten. En dat heeft natuurlijk consequenties voor de invulling van de dienst. Dat betekent dat het niet alleen maar draait om de preek, dat het niet alleen maar draait om de verkondiging, maar dat dat maar een aspect is van de dienst. Dat betekent dat het in de eerste plaats ook gaat om de ontmoeting met Hem. Dat de dienst in de kerk je inspireert tot de dienst buiten de kerk. Dat het ons groei geeft voor ons leven als christenen van elke dag. Ons zingen, ons bidden, gemeenschap met elkaar rondom het woord, rondom brood en wijn. Dat we daardoor gestimuleerd mogen worden om getuigen te zijn in woord en daad. En zo werkt de Heilige Geest, de Geest van Pinkster, in de gemeente, opdat de gemeente er is tot eer van God en tot heil van de mensen. Ja, en daarom is het denk ik ook heel belangrijk dat wij de Heilige Geest niet door onze eigenzinnigheid, door onze hoogmoed, door onze eigen plannen verhinderen om in deze gemeente te wonen en te werken. En soms is dat zo, dat er structuren of dat er zonden aanwezig zijn waardoor die aanwezigheid van God belemmerd wordt. En het is goed om daar met elkaar ook naar te kijken, om daar met elkaar mee bezig te zijn, om elkaar daarop aan te spreken dat we, zoals Peter dat met Nieuwjaarsdag zei, dat we daar ook toegewijd in zijn. Dat we het niet zullen accepteren als er zwakke structuren aanwezig zijn, omdat het zo belangrijk is dat God in ons midden woont en werkt, zodat de gemeente kan groeien in de diepte, in de hoogte en in de breedte. En ook in de Efezebrief wordt daarover gesproken, de brief die ook de apostel Paulus heeft geschreven, die schrijft daar ook over van dat de gemeente kan groeien in de diepte, in de hoogte en in de breedte. Groei ook, dat is een belangrijk begrip. Want groei is niet iets wat wij zelf in de eerste plaats creëren. Als je kijkt naar de natuur, dan zijn bomen die zijn niet heel hard aan het werk om vruchten voor te brengen. Nee, groei, dat betekent dat je bent aangesloten bij de juiste bron. Dat je de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt. En dan komt de groei vanzelf. Ja, zoals dat in de gemeente denk ik ook heel belangrijk. Dat je zorgt dat je in de juiste voedingsbodem zit. Dat je je persoonlijk geloofsleven kent. Met God. Dat je je verdiept in Gods woord. In je persoonlijke stille tijd. En dat de gemeente je daarin ook houvast geeft. En geestelijk voedsel. En dan ontstaat er groei. Groei naar omhoog. Naar God toe. In lofprijzing. In aanbidding. Ook in een groeiende persoonlijke relatie met Hem. Dat tilt je boven je gewone leven uit. En dat brengt je dichterbij. De Heer Jezus Christus. Want Hij moet in ons leven steeds meer zeggenschap krijgen. Persoonlijke groei. Maar ook gemeenschappelijke groei. Want we dragen in de gemeente van de Heer Jezus Christus ook verantwoordelijkheid voor elkaar. We moeten elkaar opvangen en terechtbrengen. En ja, het heeft ook alles, we hebben alles te maken met elkaar. We hebben het ook gezien van dat als er een steen ontbreekt of als er een steen zwak is, dan is die muur ook veel kwetsbaarder. Laten we elkaar daarom jou aansporen en aanspreken. Want als we echt de levende stenen willen zijn
van een bouwwerk, een tempel waarvan de Heer Jezus de hoeksteen is, dan hebben we ook een taak en zorg voor elkaar. Een zorgdragende gemeente, daarvoor zetten we ons dan in. Voor een gemeente zijn waarin we kunnen, waarin we mogen groeien, rondom het woord van God, om het te zijn voor elkaar, voor anderen. Maar hoe gaat het dan? Word je dan automatisch een levende steen, zoals in dit gedeelte wordt genoemd? Nee, dat gaat niet zomaar. Petrus begint dit hoofdstuk heel duidelijk met een oproep. Net als in het Oude Testament, de priesters, voordat hij de tempel binnenging, moesten ze eerst gereinigd worden. Nou, zo begint het gedeelte, hoofdstuk 2 begint ook met een oproep. We worden geroepen om heilig te leven. Leg dan af alle kwaadheid, alle bedrog, alle geveinsdheid, alle nijdigheid, kwaadsprekerij, achterklappingen. Leg het af. Zoals we een jas uitdoen. Zo moeten we ook de zonde afleggen, ermee breken. Samengevat staat er: wees oprecht, wees niet dubbel, niet dubbelhartig, wees niet schijnheilig, wees eerlijk. Want u bent geroepen om een priester te zijn, om te dienen in de tempel van God. En daarbij past geen bedrog, daarbij past geen dubbelhartigheid. Laten we daarom zuiver zijn, laten we daarom rein zijn. En dat is best een enorme verantwoordelijkheid, want onze eigen toewijding, onze eigen levenswandel heeft ook gevolgen voor de mensen om ons heen. Leg daarom af alle kwaadheid, maar wees begeerig naar de onvervalste melk. Als kinderen van God willen we zuiver leven, willen we heilig leven. En daarom betekent dat we dan gaan verlangen naar de woorden van God, dat Hij tot ons spreekt. Dat Hij ons de juiste voeding geeft, want Hij kan ons helpen om die priester te zijn zoals Hij dat bedoeld heeft. Hij alleen geeft daarin het juiste voedsel, zodat we voor Hem kunnen leven, maar bedienen in zijn tempel. Ja, dan worden we een gemeente die niet een boodschap heeft, die een geheim heeft. Ook voor mensen om ons heen die nog buiten de gemeente staan. Dan zijn we een aantrekkelijke en een aanstekelijke gemeente. Waar mensen zich ook thuis kunnen voelen. Waar een ongelovige tot geloof mag komen. En waar iemand die nog niet bereikt is, zich aangesproken mag weten door de boodschap van Gods liefde. Gods trouw. Gemeente bouwen. Gemeente opbouwen. Wat is uw plaats? Wat is jouw plekje in dat grotere geheel van de gemeente van de Heer Jezus Christus? Wat is jouw betekenis als steentje in de tempel van de Heilige Geest? Bent u een dode steen? Of hebt u zich al laten gebruiken als een levende steen? In het Bijbelboek Handelingen staat nadat de Pinksteren dag is aangebroken dat de Heer het dagelijks toevoegde aan de kring van hen die behouden werd. Dat was een gemeente waar de Heilige Geest in rijke mate aan het werk is. Waaraan een gemeenteopbouw wordt gedaan volgens de principes van de Bijbel. Waar mensen zich laten inschakelen, laten gebruiken door God de Vader als architect, zou je kunnen zeggen. Als God de Zoon als de aannemer en de Heilige Geest als de uitvoerder. Weet u, en weet jij juist, door de verscheidenheid van al het bouwmateriaal wordt het een hecht in één sluitend gebouw. Een geestelijk huis, een tempel van de Heilige Geest, een woonplaats van God. En samen, alle steentjes bij elkaar, vormt dat een prachtig geheel. We zijn begonnen deze dienst met het zingen van Psalm 133, wat gaat over waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Nou, je zou kunnen zeggen van dat die liefde van de Heer Jezus Christus het cement is, de specie is, waarmee alle bouwmaterialen aan elkaar worden verbonden. Dat is denk ik wel duidelijk waarom dat nodig is, want bouw maar eens een muur van stenen op elkaar en als er geen
structuur, als er geen verband in zit en er zit geen cement en specie tussen, dan ontbreekt de hechte verbinding. En een lichte zet tegen die muur zorgt ervoor dat alle stenen omrollen. En zo is dat ook als een liefde in de gemeente ontbreekt. Dan stort het bouwwerk op den duur, op een kaarthuis, in elkaar. Daarom is de liefde van de Heer Jezus Christus is essentieel in de gemeenschap met elkaar, in de gemeenschap met Hem, in het contact met Hem. Je hebt bouwactiviteiten in de gemeente van de Heer Jezus Christus, gemeenteopbouw. God is in onze gemeente aan de werk en Hij schakelt daarbij mensen in, als levende stenen voor een geestelijk huis. Zo mogen wij allemaal ons steentje daarin bijdragen. U, jij, ik. Zo mogen we groeien, persoonlijk, als gemeente, verbonden aan het fundament. En Jezus Christus. Verbonden aan elkaar. Tot eer van God. En tot heil van onze naasten. Amen. Amen.